Robert M. de Zeuven, Koen Wouters. Maar als tweede zeg... Wij doen mee, hoor. Van het Ens. Dan gaan we kijken wie we aan de leiding hebben. Koen Wouters, Danny 534, Alex Morver. Koen Wouters. Dan op die derde positie. Gerrit Albada. Daar zit nog één bij. Wouters. Maar voor mij helemaal niks hebben die draak. Alex Borger. De 532 van Arjan Oort. Nou ben ik even de rustig. Arjan Oort nu op die derde positie. Hé, hey, finale niet, dat is een kraal. Op ja. Naar de tweede bal. Alex Borger. Hey, alles al maar een goed hoor. Zelfs Maris blijft voor hem. Oh, wacht even. Arjan van der Heijden. Best van de rest. Ja. Maar in de junioren dan is Koen Wouters aan de leiding. De 520. Van de blok. Zelfs Marius. Jij deed voor hem. Tegen de 50 van Jelle Hering. Dat is jouw oude eigenaar. Serieus? Koen Wouters, die hebben we deze finale juniorenklasse nog steeds aan de lijn. Met een mooie voorsprong op de tweede man. Dat is dan Alex Borger. En die zit er heel dichtbij, Arjan Oort. Gerrit Albeda, aan de 520 van Wouter Blok. Die 530 gekomen door de gebroedersvuil Autohal in Hogeveen, Justin Dijkstra. De laatste ronde voor deze finalisten juniorenklasse. En aan de overkant van de baan, daar hebben we dan Koen Wouters aan de leiding. Met een geweldige voorsprong op de tweede man, Alex Borger. En dan krijgen we Arjan van Oort. Gerrit Albeda. En hier wordt hij afgevlaagd. Koen Wouters, oppermachtig. Hier vandaag in Nieuwland, in de juniorenklasse. En als tweede, de Marentijnje, Alex Borger. Dank u wel.